ik zet eigenlijk een blok en hij liep vanuit zeg maar, de zijkant liep er vol een beetje ja, doorheen bijna. En toen, toen swikte hij eigenlijk zo van naar binnen, zeg maar. En voor mijn gevoel op dat moment was het gewoon alsof hij even heel erg werd opgerekt. Die training of zo heb ik echt. En ook al best wat met squatten en heel veel stabiliteitsoefeningetjes, dat soort dingen. En eigenlijk ging dat allemaal heel goed. Dus ik weet nog wel dat net voor de operatie ik echt dacht van ja, is nou wel echt iets aan de hand? Mobiliteitsoefeningen, dat je ook moet masseren, maar ook dat je die buiging en strekking meer een beetje probeert soepel te houden, zodat het niet helemaal verstijft, zeg maar. Maar op een gegeven moment ja, mag je steeds iets meer, mag je ook meer fietsen, wat meer ook echt meer met krachtdingetjes gaan doen en stabiliteitsoefeningen en ja, heel veel afhankelijk van mensen, dus dat was wel een beetje een ja, deprimerende tijd, zeg maar. Dat je gewoon heel weinig kan en ja, vooral als sportman zeg maar, wil je ja, altijd wel iets doen, dus dat is heel frustrerend. Na de winterstop, gelijk van punt 1, ben ik gewoon het volledig gaan meetrainen en ja, de eerste wedstrijd dan een halve wedstrijd, daarna 60 minuten, daarna 70, 80 en uiteindelijk de hele wedstrijd. Ik functioneel tijdens training en wedstrijd is het bijna 100% en daarnaast ja, is het gewoon te handelen.